Parcours afgelegd. Ze heeft ook een internationale verkiezing meegedaan. En daar willen we natuurlijk alles van horen. Geef haar daarvoor een applaus. Helena de Grote! Superleuke ervaring, je leert zoveel mensen kennen, je leert zoveel denken over jezelf, je komt jezelf tegemoet, je krijgt jezelf er zo door. Dus ja, het is echt superleuk. Dus je zou het eigenlijk alle andere kandidaten of meisjes aanraden om toch deel te nemen aan Miss Exclusive dan toch? Zeker weten, zeker aanraden. Zeg, ik heb gehoord dat je volgend jaar, want je hebt de smaak echt wel te pakken denk ik, hè, van de missenwereld. Volgend jaar mag je meedoen en je doel verder streven met Miss Asia Pacific International. Dat klopt. Wanneer vertrek je? In september, last week. Oké. Nu, we hebben iemand die dat dit jaar ook heeft aan deelgenomen, die daar een geweldige titel in de wacht heeft weten te slepen. Dat is Miss Europe bij Miss Asia Pacific International. En u hebt ze vandaag al gezien. Geef ook haar een dadelijk applaus. Dit is Laura Lin! Mag eens kijken, laat eens zien. Wat een mooi lint. Zeg, je hebt het eigenlijk al meegemaakt dit jaar, dus je kan heel wat doorgeven van jouw kennis en jouw ervaring. Maar vertel eens ons dat precies. Ja, Miss Asia Pacific was een heel zware verkiezing, maar een verkiezing die absoluut in mijn hart zit. Ook omdat ik mijn antipestcampagne daar nogmaals heb kunnen verspreiden. En dat is mijn doel. Zeg, zwaar zijn je? Zwaar in welke zin? Moeten we dat begrijpen? Ja, ik denk dat geen enkele misverkiezing eenvoudig is. Je hebt weinig slaap. Er wordt heel veel van u verwacht. Je moet altijd op je best zijn. En dat is absoluut niet te onderschatten. Ja, dat hoort erbij, hè. Zeg maar, jij gaat nu het lint officieel aan Helena geven. Dus doe maar. Jij bent vanaf nu eigenlijk de Belgische kandidaten voor die misverkiezing. Heel veel succes, Helena. Doe dat goed. En hopelijk alweer een Europese titel erbij volgend jaar. Kijk eens aan, het lint, dat hoort er natuurlijk ook bij. Prachtig. Dames en heren, geef ze allebei een dadelijk applaus. Helena en Laura Lin! Ja, heel veel succes ook voor jou natuurlijk. Hè? Doe dat goed. Ja, nu, Selena Pearl is ook zeker geen onbekende. Dat